Jeep wil de wereld veroveren. En dat gaan ze doen met een kleine SUV, maar met de looks van een echte Jeep. En dat is deze nieuwe Renegade. In deze Renegade zitten ook relatief kleine motoren. Nu ja, kleine motoren. In onze testwagen zit een 1,6 liter grote 4-cilinder turbodiesel. Die produceert 120 pk en 320 Nm koppel bij 1750 toeren per minuut. En dat is voldoende voor deze Renegade in 10,2 seconden van 0 naar 100 km per uur te laten rijden. En zijn topsnelheid bedraagt 178 km per uur. And now you've got yourself something funky. Het verbruik ligt officieel op 4,6 liter per 100 kilometer. Dat is natuurlijk weer theoretisch, want wij zitten gemiddeld aan 7 liter per 100 kilometer. Dit is natuurlijk ook geen aerodynamische wagen en om op snelwegen te rijden heeft hij misschien iets te veel kracht nodig. En dit is toch meer een auto die iets meer gefocust is op het stadsverkeer. Ook al lijkt hij gigantisch groot. De CO2-uitstoot bedraagt 120 gram per kilometer. Tot zover de specificaties, maar hoe reed hij eigenlijk? Wel, hij reed verrassend goed. Je zit al redelijk hoog en dan heb je nog zoveel hoofdruimte. Samen met de vooruit die gigantisch ver is en de gigantische buitenspiegels lijkt hij zeer groot, maar toch is hij niet veel groter dan een Ford Kuga bijvoorbeeld. Het interieur is ook piekfijn afgewerkt, allemaal mooie materialen. De knopjes zijn degelijk, alles zit goed in elkaar, ergonomisch. De stoelen zitten goed, een beetje op zijn Amerikaans. En ondanks dat deze wagen niet enkel in Amerika wordt geproduceerd, maar ook in Brazilië en Italië. Verder vinden we rondom de wagen talloze details die je doen terugdenken aan de echte Willys Jeep van vroeger. Zoals deze modderspetter die de rode zone van de toerentelteller weergeeft. En ja, al talloze andere kleine details. Ja, over het algemeen kan je deze auto onmiddellijk al herkennen als een echte Jeep. De ronde koplampen van voor, de bekende grill. Hij oogt hip en jong en is in veel verschillende felle kleuren beschikbaar. Dus ik denk wel dat dit nog eens een succes zou kunnen worden. De Renegade is te verkrijgen vanaf €19.900. Dan heb je de 1,6 liter benzine. Deze testwagen hier, de 1,6 liter diesel, die we ongetwijfeld het meest zullen terugvinden op onze Belgische wegen, is te verkrijgen vanaf €26.500. Ik heb wel een degelijke vermoeden dat we deze wagen nog veel zullen terugzien op onze Belgische wegen. Tot de volgende! Alles werd vervangen door 500 letjes. 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 Letjes.